allemaal, welkom in weer een nieuwe vlog. En ik wil deze video heel even beginnen met een unboxing van perspakketjes. We hebben namelijk best wel veel binnengekregen en ik zag in de comments dat jullie graag een unboxing weer wilden zien. Ik kan niet wachten om te delen wat er allemaal is binnengekomen. En ik ga er gewoon meteen mee beginnen, want het is nogal wat. Dit is een pakketje van Philosophy en het is een soort van cadeaupakketje. Ik denk dat je deze dus dit jaar kunt halen. En ja, hierin zit Amazing Grace Ballet Rose. Dit is volgens mij een geurtje die Larissa heel erg lekker vindt. Ze is sowieso een fan van de hele Amazing Grace lijn. En ja, dit is wel een hele mooie cadeauverpakking. Dus ik zal haar straks even appen dat deze binnen is gekomen. Dan heb ik hier een hele doos. Aha, dit is van Yves Rocher. En dit hebben we gekregen van een persbureau. En er zitten allemaal spulletjes in. Dit is van de Nuit Vanille lijn. Het is een kaars, het is een oogschaduwpalet en het is een geurtje. Ik moet zeggen dat de verpakkingen er echt heel erg mooi uitzien. En ik ben vooral even benieuwd naar de kaars nu. Oeh, die ruikt wel... Het ruikt heel lekker zacht. En zo ziet deze eruit. Dat is wel een hele mooie kaars. En ik zie hier ook nog wat leuks in. Het is een beetje uit elkaar gevallen. Dus ik zal het eerst eventjes in elkaar zetten weer. Maar dit zijn kerstballen. Zo te zien. Maar dan gevuld met dingetjes. Dus dat is eigenlijk wel heel erg schattig. Deze kan je dan daarna gebruiken als kerstbal. Je kan hem ook al in de kerstboom hangen. Hoewel dat wel heel zwaar is. Maar het is eigenlijk gewoon een cadeautje. En hierin zit dan... een aantal producten. Ik zie hier lippenbalm en een body lotion en een shower gel en een nagellak. En hetzelfde met een andere. En daar zit dan een handcreme in. En dan heb je deze ster. Dus dat is eigenlijk wel heel erg grappig. Eigenlijk is het een soort van 2-in-1 cadeautje. Dus super, super thank you. Oh. Dan heb ik hier, en ik heb er 2 van, maar ik heb er nu even 1 in mijn hand. Een adventkalender. En hij ziet echt super cool uit. Check deze graphics erop. En zo te zien is het een samenwerking van L'Occitane en Castel Bayac. En ik denk dat dit een designer is. Ziet er echt super cool uit. Ik ga hem heel eventjes openmaken. Tadaa! Oh, wat een grappig ding. Ik moet zeggen dat ik die tekeningen wel heel erg cool vind. Maar het doet me ergens ook denken aan Nijntje. Volgens mij hoort hij zo. Het is dan echt een doosje. En dan zit hier van alles en nog wat in. Super bedankt. Deze is echt ongelofelijk. En deze hadden we al opengemaakt. Maar ik ga hem toch nog eventjes laten zien. Want jullie zien deze video na 5 december. Maar het zijn allemaal pepernoten van de Van Delft pepernootfabriek. En we hebben er echt super veel ontvangen. Ik had namelijk via Instagram een berichtje gekregen dat ze mij de Ruby Chocolate Limited Edition pepernoten wilden opsturen. En dat is die chocolade die roze is. Dus dat leek me echt helemaal cool. Maar ze hebben echt gewoon 7 zakken pepernoten opgestuurd. Dus we hebben hier stroopwafel, karamel zeezout, raspberry cheesecake, extra chocolademix, truffel pepernoten, een zak met normale pepernoten. En dan ook nog dit bakje waar je dus je pepernoten in kunt doen. En daarop staat peppernuts en een kookboekje. Want je kan echt van alles en nog wat doen met je kruidnoten als je ze niet gewoon zo wil opeten. Dus ik kan er echt van alles mee maken. Ik zie hier noten, chocoladerotjes, maar ik had ook al gezien pepernotenpasta en een taart met dan een stopping pepernoten en zo. Dus dat is wel heel erg cool. Dus deze ga ik zeker nog even doorlezen. Super, super bedankt voor al deze pepernoten. Het is ongelooflijk veel. En dan ga ik jullie nu nog eventjes wat schoenen laten zien die ik heb besteld via Sarenza. En hier gaan we nog binnenkort mee shooten. En ik heb hier dezelfde laarzen die Larissa laatst ook liet zien. Ik vond ze zo mooi en ze liepen zo ontzettend lekker. En ik had ook nog nieuwe overknee nodig. Want deze hebben een touwtje. Dus die blijven dan goed zitten. En ja, ik vind deze wel heel erg cool. En ik heb ook een aantal sweater dresses dit jaar. Waar ze heel leuk bij staan. Maar natuurlijk ook gewoon mooi op een jeans. Mocht je daar nog naar op zoek zijn. Deze zijn van het merk Yonak. En het is de Gina. En ik heb deze een maatje groter besteld. En daar is ze ook. Want ze vallen wel ietsjes aan de kleine kant. En de hak is verder... ja, het is een blokhakje van volgens mij ongeveer 5 centimeter. Dus dat loopt super chill. En dan heb ik hier nog iets trouwens. En dit is een fanny pack. Deze is van Monoprix Femme. En deze was ook niet zo duur. En dit is een fanny pack met corduroy. Oftewel ripstof. En dan in een mooie... ja, wat is het? Een beetje bordeauxachtige kleur. En ik vond deze wel leuk voor... ja... voor het najaar, omdat dit dus zo'n lekker ripstofje heeft. Dus I love it! Goedemorgen iedereen. Ik heb niet echt het beste licht zo te zien. Ah, misschien zo. Ik moet zeggen dat ik de laatste paar dagen misschien wat meer last heb van, van de winterdip. Dus ik sta wat later op, want ik word dan soms wakker door mijn wekker. En dan denk ik, nee, het is echt nog heel erg donker. En dan kijk ik wel wanneer ik weer wakker word. En dat is vaak net iets te laat. Deze grauwe dagen...
It's killing me. Zo, dit is de outfit of the day geworden. Ik heb gekozen voor de bloemenrok. Dus zwarte trui erop, gouden kettingtjes. En daaronder mijn Dr. Martens platform. Want die vond ik wel heel erg leuk erbij staan. En daaronder heb ik de legging. Kijk, zo ziet het een beetje gek uit. Maar ja, in het echt heeft niemand het door. Behalve jullie weten het nu. Er zit trouwens ook nog een onderrok bij deze rok. Maar die is ook heel erg dun, dus... Die legging gaat echt 100% zeker voor extra warmte zorgen. En dat is toch wel echt heel erg lekker. Hallo, zo koud. Oh my god. Okay. Nou, kijk eens wie ik net tegenkom. Hello. Surprise! Marissa en ik zijn nu even door de stad aan het lopen en we gaan nu naar de Dr. Martens store. Yes. Want we mogen schoenen uitzoeken, dus dat is wel heel erg leuk. En over een uurtje is er ook nog een event, dus dat is wel ja, misschien wel leuk om nog even te blijven. Dus laten we even kijken, ik heb net al een heel vet paar gezien. Oeh, ben benieuwd. Dus dit is de nieuwe regenboog Dr. Martens. Ze zijn shiny, ze hebben een regenboogglans ook, regenboogveters en regenboogstiksel. Very nice. Party on our feet. Moet je kijken, deze prachtige glitters. Oh my god. En deze regenboog. Echt te gek. Maar kijk dan hoe ze glitteren. Super mooi. We zijn op dit moment even wat schoenen aan het passen om te kijken welke we mee naar huis zouden willen nemen. Ik vind deze glitters heel erg leuk, maar ik heb ook nog een wit paar gezien die ik wel heel erg mooi vind om te proberen. Het is alweer even later en we hebben het echt super gezellig gehad in de Dr. Martens store. Het was de student night waarbij iedereen die student is 20% korting kreeg op zijn of haar aankoop. En we mochten allebei een paar Dr. Martens uitkiezen. We zijn allebei uiteindelijk gegaan voor een glitterpaar. Ja. Tara heeft de zwarte, ik heb de zilveren. We zijn er echt onwijs blij mee. En we zijn heel erg benieuwd van wat vinden jullie van glitterschoenen en glitterdocs. Zijn jullie net zo enthousiast of heb je nu zoiets van, oh my god girls, wat hebben jullie nou weer gedaan? We zijn sowieso wel benieuwd of jullie ook van Dr. Martens houden en welke jullie bijvoorbeeld al hebben of welke jullie op het oog hebben. En op dit moment loop ik echt gewoon serieus mijn hand te bevriezen, want het is zo koud. Kijk hoe rood mijn er zijn. Mijn neus is rood. Auw! Oh, wat verkeerd. Auw! Gaat het? Ja, een halve fiets op mijn been. Sorry, het was ook mijn teen. Sorry. Waren jouw handen ook helemaal bevroren? Ik weet niet, ja, ik liet mijn handen zien en toen liet ik die fiets vallen. Sorry. Goedemorgen iedereen. Ik heb niet echt geweldig licht, want het is nog een klein beetje donker of schemerig buiten. Het is ochtend en ik sta momenteel op Amsterdam Centraal, want ik ben onderweg naar een event. Ik moet nog even een tram nemen en dan ben ik er bijna. Voordat ik weer terug naar huis ga, ga ik eerst even langs Uniqlo. Die zit ietsje verderop namelijk. Ga ik heel even kijken of ik daar nog iets kan kopen. Want ze hebben daar een hele goede heat tech line. En dat is met speciale voering eigenlijk. Dat je het lekker warm houdt. Ik dacht dat is wel heel erg fijn voor de winter. Ik hoop dat je me
campus staan trouwens. En ik ben samen met Sarah. Jan. We zijn even neergestreken bij 30 milliliter. Heel leuk zijn jullie gezegd. En we hebben super lekker wat toffie. Hazelnoot. Latte macchiato. Heel goed ziet het uit. Dus die gaan we even lekker opsmikkelen. Even opwarmen. Zo, de koffie is inmiddels op. Dus we zijn nu weer onderweg naar de Bijenkorf, want we willen heel eventjes kijken voor wat kerstversiering. Want de feestdagen komen toch echt dichterbij nu. En we vinden dat we ons huis binnenkort moeten omtoveren tot een echt kersthuisje. Maar als ik heel eerlijk ben, heb ik dus echt een tekort aan kerstdecoraties. Ja, jullie zeiden vorig jaar ook al tegen mij van een risje veel te weinig. Dus ik zal even kijken of ik nog wat extra ballen kan vinden. Ik hou wel van die gekke ballen. Ja, leuk. Larissa houdt van gekke ballen. En nou, ik wil denk ik ook wel dingen gaan maken. En ik zit ook te denken om eventueel bij de kringloop dingen te kopen. Maar we willen nu even naar de Bijenkorf. Omdat ja, de Bijenkorf heeft gewoon altijd hele mooie dingetjes. Even kijken wat ze hebben. En ik zie dat ze nu ook een hele mooie etalage ook hebben. Hoe leuk is deze etalage? Volgens mij moet dit Miley Cyrus voorstellen. Maar dan in berenvorm. I love it. Eigenlijk zou ik deze wel in mijn woonkamer willen hebben hangen. Het is schattig. Is leuk toch? Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Och, kijk die discobal. Dit wil ik nou op mijn eettafel. Dit is fantastisch deze. Gewoon ketan. Oh my god. Heel tof. Kan ik deze ook gewoon kopen? Ik ben weer thuis, heb net boodschappen gedaan en nu komt er een boodschappenshoplog. Nee, dat is niet waar. Ik heb hier allemaal lekkere dingetjes. Koriander hou ik heel erg van. Houdt mijn vriend iets minder van, maar je proeft het niet zo heftig in het gerecht dat ik ga maken. Want ik ga kip tagine met ingelegde citroenen en olijven maken. Vind ik echt een super lekker gerecht. En het recept vind je trouwens op onze blog. Dus die zal ik ook wel even in de beschrijving zetten. Als ik het niet vergeet, anders moet je me even herinneren. Ik ben momenteel een kerstfilm aan het kijken en dit is The Christmas Chronicles. Ik denk dat deze al heel erg leuk is. Ik ben benieuwd wat jullie favorieten zijn en wat jullie van deze film vinden. Nou, nu ongeveer een uur, anderhalf uur later is het eten klaar. Een hele tafel vol. Tada! Dus eet smakelijk! Goedemorgen iedereen! Zoals je misschien wel kan zien, het zonnetje schijnt. Ik vind het helemaal geweldig. De kerstboom staat zoals je hier kan zien. Dat had ik al verteld in de video van woensdag. Mocht je die gemist hebben, ik zal hem eventjes in het ietsje plaatsen. En dat betekent natuurlijk dat hij ook nog aangekleed, gedecoreerd en al dat soort gezellige dingen. Dat moet worden gedaan. Zo, ik kom echt niet aan mijn woorden. Dus ik moet straks even naar de berging, want daar liggen al mijn kerstspulletjes. En wat ik al wel heb, en dat heb ik nieuw gekocht. Even kijken waar het is. Oh, hier. Zijn hele speciale lampjes. Ik heb deze bij de Action gekocht. En het zijn hele speciale lampjes. Omdat je ze kan bedienen met een app. Nou, toen ik dat zag, toen dacht ik, oh my god, moet ik hebben. Ik ben echt een gadget liefhebber. Dus. En het is ook nog best wel een mooie streng. Volgens mij, het zijn een beetje van die cluster lampjes bij elkaar. Het zijn er 576. 5 meter lang. Dus dat is denk ik wel genoeg. En anders heb ik ook nog andere lampjes die anders erbij zouden kunnen in de boom. Maar ja, dit leek me gewoon echt vet tof. Ik moet nog wel eventjes deze app downloaden. De Cluster Lights app. Nou, ik ben heel erg benieuwd of dit gaat werken. Dus dat ga ik natuurlijk gewoon met jullie uittesten. Want dat leek me ook wel heel erg leuk om vast te leggen. Net zoals vorig jaar heb ik de boom hier weer neergezet. Het is trouwens een echte boom. Ik heb deze standaard ook bij de Action gekocht trouwens. Zo, ik heb de doos gehaald met alle kerstspulletjes. Ik vind het eigenlijk best wel netjes dat ik het gewoon in één zo'n doos heb. Dus ik moet eigenlijk ook gewoon voor gaan zorgen dat het niet meer dan dit wordt. En dat het gewoon in één doos blijft passen. Want dat is wel heel erg chill. Oh, ze zijn zwart van kleur. Meestal is het groen of wit of zo zelfs. Maar deze zijn zwart. Oh.
Oké, nou de lampjes die doen het dus sowieso. Dus ik ga ze gewoon eerst even alvast in de boom hangen. En dan ga ik daarna, als het allemaal in de boom zit, ga ik gewoon de app proberen. En dan gaan we nu eerst beginnen aan het hele versierproces van de boom. En hopelijk het uit elkaar krijgen van dit bolletje lampjes. De batterij van deze camera was even leeg, dus die heb ik even moeten opladen ondertussen. En terwijl ik dat aan het doen was, had ik gelijk eventjes de app gedownload die dus bij de lampjes in de boom horen. Hieronder zie je hem. Daar. En als je die dan opent, dan krijg je dit te zien. En hieronder staat dus power en timer. En aan de linkerkant heb ik dus power, die doe ik aan. Tadaa! Dat is toch super cool! En als je dan naar hierboven gaat, het wieltandje, dan heb je hier dus die timer. En hier zijn de verschillende opties die je dus kan instellen. Hij staat nu op automatisch programma. En als ik hem dan zet op programmeren, dan kan ik zeg maar zelf bepalen waar die op gaat. Bijvoorbeeld snel twinkelen, want dat is best wel duidelijk te zien. Die ga ik nu aandrukken. Wow, dat is toch super cool! Kijk hem gaan dan. Ja, ik zou denk ik niet zo snel deze doen, want ik zou helemaal knettergek worden. Deze uitoven is misschien wel mooi. Oh, ik ga jullie even wat dichterbij zetten, dan kan je het nog beter zien. Dus nogmaals, hij staat nu nog op uitoven en dan ga ik hem nu op gefaseerd zetten. Oh, dit vind ik wel heel leuk. Het is net een beetje alsof het sneeuwt of zo. Nou, ik vind het echt super goed werken. En ik vind dit ook wel heel erg leuk, die timer. Dus mocht je zeg maar een keer vergeten om hem uit te zetten, dan gaat hij dus zoals hier staat om 12 uur 's nachts gaat hij uit. En als je dan bijvoorbeeld uit werk komt en om 6 uur thuis bent, dan heeft hij hem voor je aanstaan. Nou, dat is toch super gezellig. I love it! Nou goed, ik ga eventjes de rest van mijn boom versieren, want ondanks dat ik dit helemaal leuk vind, mag die op zich nog wel wat vrolijker zijn. Ik vind hem zo vrolijk. Hij is weer niet super vol. Ik weet zeker dat mijn moeder weer gaat zeggen, hij is niet vol genoeg, je hebt meer ballen nodig. Maar ik vind het zelf gewoon wel heel erg leuk dat ik nog heel veel gewoon van het groen, van de boom zelf erin terug zie. En dit is een nieuwe. Dit is denk ik wel een van mijn favorieten nu. Ik vind hem zo leuk, die regenboog. Deze, die is ook helemaal nieuw. IJsjes van vorig jaar, die zie je ook weer. Deze kwam ik ook tegen. Die heb ik vorig jaar als cadeautje gekregen met de kerst. Dus die hangen hier nu voor het eerst. Vind ik ook echt heel erg leuk. Oh, wat ik trouwens ook heb gedaan, zijn twee kerstsokken. Ik heb ze hier opgehangen. Dat zijn gewoon met van die plakhaakjes. Die had ik laten zien in mijn Amerika shoplog. Ik vind het wel heel erg vrolijk staan, dit hoekje zo. En dit is zeg maar het nieuwe gedeelte van Hoog Catharijn. Ik ben hier zelf nog niet geweest. Maar het ziet er wel echt zo ontzettend mooi uit en groot. Oeh, dit is een Christmaswinkel. Even kijken. Super veel kerstspulletjes. Echt van alles en nog wat. Fluffy uiltjes. Het voelt een beetje awkward om hier mee eentje te vloggen, want het is echt heel erg druk. Maar het is wel super leuk om te zien, al die kerstspulletjes omheen. En wat heel erg chill is, is dat alles gewoon op kleur is. Dus als je echt een beetje zo'n thema hebt van ik wil alleen maar wit of ik zoek nog een roze balletje, dan is het wel heel erg leuk. En ik hou wat meer van de roze en alle kleuren door elkaar eigenlijk. Yes, dit is wat ik leuk vind. Hele foute dingen. Kijk dan, dat is een of andere hond of zo. Zo fout, maar geweldig. I love it.
Deze vind ik ook heel leuk. Deze vind ik ook heel leuk. Deze vind ik geweldig. Dit is een flamingo op een scooter in een Hawaii shirtje aan. Wat is dit dan? Oh my god. Zijn een... De kerstman en een hertje zijn... Hoe heet dit spel ook alweer? Ik weet niet helemaal zeker wat ik hiervan vind. Vrij intiem. Oké, jongens, ik twijfel echt over deze. Want ik vind hem echt zo ontzettend over de top en geweldig fout en te lollig. Maar hij is wel 8 euro. Is dat te duur? Laat me eventjes weten in de comments of ik deze toch nog moet gaan halen. Nadat jullie deze vlog hebben bekeken. Er zijn er nog maar wel 3. Dus blijkbaar is hij geliefd. Ik heb deze helemaal over het hoofd gezien. Dit is ook een flamingo, maar op een surfboard. En dan hebben ze van die golven eronder gemaakt. Echt super grappig. Deze heb ik echt best wel mooi gedaan eigenlijk. Hello again. Ik heb al een hele tijd zin om een keer zo'n koffie te proberen van de Dunkin' Donuts. Die zijn wel echt super zoet volgens mij. Maar ik ben nu in de buurt. Ik ruik volgens mij al gewoon een beetje de zoetigheid. Dus ik ga het gewoon even een keer doen. Heb ik het gewoon uitgeprobeerd. En dan ga ik zo meteen even laten weten wat ik ervan vind. Nou, ik ben voor super speculaas gegaan. Dit is een Sinterklaas special. Hier zit in ieder geval crèmevulling in. En een beetje amandel daar bovenop. En dit is een speculaas latte. Ik heb een beetje van die plakkende vingers, maar hij is echt super lekker. Hieronder zit iets en hierin zit een crèmevulling en dan hier bovenop zit nog een keer amandel en volgens mij hier ook. Super lekker, maar ik weet zeker dat ik zo meteen tegen het plafond aan zit van de suiker. Maar wel heel erg chill. Nou, ik ben weer thuis zoals je misschien wel kan zien en ik heb even het licht aangedaan, want het is inmiddels best wel donker buiten. En de kerstboom, wat staat er gezellig bij. Ik doe zo meteen het licht even uit. Dan kan je de kerstboom even wat beter zien. En dan gaan we nog eventjes de app proberen met de lampjes en zo. Want ik vind het gewoon echt heel erg leuk. Maar ik wil het even over wat anders hebben. Ik heb namelijk 3 adventskalenders. En als je mij op Instagram volgt, dan heb je dat misschien wel meegekregen. Want ik open elke dag deze adventskalenders... op Instagram stories. Elke dag open ik een nieuw dagje. In deze kalender zitten allemaal verschillende Mickey Mouse kerstballetjes. En ik heb er dus inmiddels al 3 geopend. Want het is vandaag de 4e. Dus ik ga de 4e zo meteen openen voor mijn Instagram stories. Maar dat betekent dat ik dus 3 balletjes heb om ook nog in de kerstboom te hangen. En dat heb ik nog helemaal niet gedaan. Kijk, dit is bijvoorbeeld eentje. Deze heeft glitteroortjes in blauw en 2 witte stipjes als ogen. Dus die moeten we natuurlijk even ophangen. En ze zijn trouwens van plastic. Dus dat is echt wel ideaal voor als je zeg maar huisdieren hebt. Die ik helaas dus niet heb. Of kinderen die ze eruit trekken. En ook die heb ik niet. Maar alsnog vind ik ze echt super leuk. Ik heb ook nog deze. Deze vind ik ook super leuk. Met die stipjes. En ik heb ook nog deze. En dat is een beetje een bordeaux aubergine kleur met ook glitters. Trouwens te twijfelen of ik die tak even iets korter moet maken. Zodat die piek iets lager komt te hangen. En dat het gewoon wat meer... daar zit in plaats van helemaal daar. Maar daar ga ik nog wel eventjes over nadenken. Ik bedoel, we hebben nog bijna de hele maand voor deze prachtige boom. Ik ga nu trouwens ook eventjes de adventskalenders openen op mijn stories. Zo, daar ben ik weer met mijn adventskalenders. Of in ieder geval, ik heb ze hier naast me liggen. Het is net alsof ik een engeltje ben. Aangekleed, opgemaakt en dergelijke. Ik ben gewoon helemaal in het zwart trouwens. Behalve voor mijn glitterdogs. Ik ga zo meteen naar Houten. Want ik ga vandaag een dagje DIY met mijn moeder. We gaan leuke kerstdingetjes maken. Dus daar ga ik nog een aparte video van opnemen. Dus dat komt de woensdag na deze vlog. Ik heb echt een hele tas vol met allemaal DIY spulletjes om mee te nemen. En dat wordt wel heel erg gezellig. Dus ja, ik ga maar eventjes mijn kerstboom uitdoen. Dat is natuurlijk wel heel erg makkelijk. Want nu hoef ik er niet helemaal door de takken heen naar het stopcontact. Maar ik heb wel mijn telefoon daarvoor nodig. En ik weet niet waar die is. Ah, ik heb hem gevonden. En uit. Yay! Ik ga lekker de deur uit. En dan zie ik jullie zo meteen. Hallo, Rama. Hallo, poepie. Hallo. Oh, je kijkt zo boos.
Zo, ik ben bij mijn moeder aangekomen en het ziet er al super kerstig en gezellig uit. Maar het is volgens mij nog lang niet klaar, want de kerstboom staat er nog een klein beetje zielig bij. Maar verder al wel heel erg gezellig ingericht met dit stukje hier. Al deze warme kleden. Ik heb hier lekker thee gekregen met chocolaatjes. Pepernoten. Nou. Zo, ik heb net gezellig DIY'd met mijn moeder. Die zit net uit beeld, gek genoeg. Waar ben je, mam? Ja. Ik heb wat pakketjes binnengekregen. Dus ik dacht dat is wel heel erg leuk om eventjes te laten zien. Allereerst super mooi magazine van Plus One. Dit komt te liggen in hotels en restaurants. En het is echt super mooi. Heel erg anders dan andere soort magazines. Met Martin Garrix op de voorkant. En heel veel mooie grote afbeeldingen. Ook heb ik al mijn allereerste kerstkaart. Ik denk in ieder geval dat het een kerstkaart is. Voor Larissa en vriend. Zo gezellig. En een gelukkig nieuwjaar 2019. Veel liefst van Jan en Anita en een pootje van Daisy. Super bedankt Anita voor het opsturen van deze kaart. Verder heb ik ook nog wat andere doosjes met spullen. Oeh, een nieuw geurtje van Tiffany & Co. Dit is Intense. Wauw, dat ziet er echt super mooi uit. Heel lekker. Een beetje fris, zacht. Vind ik al lekker. Auw, mijn ogen. Het kwam in mijn oog. Wat doe je nou weer? Het is wel heel lekker. Het is zeg maar lichtjes kruidig of zo. Dan zeg ik, sorry daar. Super bedankt, Coty, voor het opsturen van deze mooie geur. En, oh, ik heb nog een doosje van Coty trouwens. Wat is dit? Leuk, dit is van Rimmel London. En het is zo'n grote kerstbal die je dus in de boom kan hangen. En deze lip is ook wel echt heel tof gedaan. Oeh, en hier zitten verschillende dingen in. Even kijken, ik heb een heleboel lip art glitters in hele mooie felle kleurtjes. Dit zijn de 60 Seconds Super Shine lakjes. En dit is een hele mooie zilveren kleur. Ook een hele mooie donkere met ja, gouden glitters. En als laatste deze gouden met helemaal gouden glitters. En dit is het lakje met twee laagjes. En daarmee is die echt meteen helemaal dekkend. Ik vind het echt wel heel erg leuk te uitzien. En ik zal ook eventjes deze lip art glitter proberen. Ik heb hier een rode kleur. Dit is Ready or Not. Ziet er echt super mooi uit. Ik zou een beetje zeggen dat het een soort van combinatie is tussen een lipgloss en een liquid lipstick. Maar hij voelt heel erg licht aan en heel makkelijk eigenlijk op de lippen ook. En het pigment is echt heel mooi. Nou, zien jullie me ook een keer weer met lipstick op. Dus super bedankt Coty voor het opsturen van al deze goodies. Echt helemaal perfect voor de feestdagen. Zo, ik ben al een deel van deze weekvlog aan het editen en inladen. En ik besefte me net dat ik nog helemaal ben vergeten een afsluiter te filmen voor deze weekvlog. Dus bij deze, ik hoop dat je het super leuk vond om deze weer te zien. Geef vooral een duimpje omhoog en laat even wat gezelligs achter in de comments. We vinden het altijd heel erg leuk om van jullie te horen. Dan wil ik jullie een heel fijne dag wensen. En zie ik je heel snel weer terug in de volgende video op aankomende woensdag. Doei!